Mijn naam is Niels Molenaar en mede-eigenaar van Molenaar Agricultuur. Mijn naam is Dennis Molenaar. Ik ben een van de eigenaren van Molenaar Agricultuur. Wij kweken pioenrozen, zowel voor de bloem als voor de stek. Maar voor de bloemen, dat is toch wel het mooiste wat er is. We onderscheiden ons van andere pioenkwekers omdat we alles in eigen beheer hebben. En daardoor ook de kwaliteit kunnen garanderen. En dit doen we in Amerika, in Frankrijk en onze hoofdlocatie is in Nederland, in Hensbroek. De grondbewerking dat wordt van tevoren uitgevoerd voordat we kunnen planten. Dat houdt in dat we de toplaag gaan frezen, gaan spitten en dan nog een keer gaan frezen. Zodat alles in één werkgang klaar ligt voor de plantmachine. Het planten gebeurt meestal in september, oktober. Dit doen we zodat ze nog een worteltje kunnen maken voor de winter. Na het planten gaan we kunstmest strooien, zodat alle voedingsstoffen op het land legt voor een goede groei. Het kunstmest strooien doen we 2 keer per jaar. 1 keer voor het uitkomen en de andere keer na de broei. Daarna spuiten we een paar keer met bodemherbicides, zodat deze onder controle blijven. Van het voorjaar wordt meestal beginnen met beregenen. En dan als de droogte dreigt toe te treden. En dat willen we voorkomen, zodat de plant gewoon altijd 100% groeikracht kan gaan genereren. Pluizen gebeurt meestal 2-3 weken voor het snijden uit. Dan halen we de zijtakken eruit en dat zorgt ervoor dat wij een extra groeikracht kunnen genereren in de hoofdknop. Op het moment dat de pioenrozen mooi gekleurd zijn op het land, dan gaan wij ze snijden. En dat doen we met een grote groep om alles gewoon uniformig van het land te krijgen. Als de kisten vol zijn, dan worden ze naar Hensbroek getransporteerd door middel van een trekker met wagen of via vrachtwagens. En dan gaan ze naar de schuur toe om teruggekoeld te worden. Op het moment dat ze teruggekoeld zijn, dan gaan ze de verwerking in. Dan gaan we alles klantgericht en export klaarmaken. Als de klant zegt ik wil ze in bosjes van 5 of 7 of ik wil meerdere kleuren erin hebben in een exportdoos, dat is bij ons allemaal mogelijk. En dan wordt het getransporteerd over de hele wereld. Het is ook hartstikke mooi om een klein plantje te zien groeien als een volwaardige boom. Onze bloemen gaan eigenlijk gewoon de hele wereld over. We hebben klanten zuidelijk halfrond, noordelijk halfrond, maakt niet uit waar. Iedereen die onze bloemen wil nodig hebben, krijgt ze.